Het jaar 2018 eindigt voor Forest Whitaker en zijn vrouw Kesha Nash niet bepaald vrolijk. Na 22 jaar huwelijk heeft Whitaker een scheiding van Kesha aangevraagd, wegens onoverbrugbare verschillen. Dit meldt de Blast. Het medium zegt documenten in handen te hebben gekregen waaruit blijkt dat de acteur een punt zet achter zijn huwelijk. Whitaker zou geen verdere financiële steun aan zijn vrouw willen geven en zegt ook dat beide partijen moeten opdraaien voor hun eigen juridische kosten. Over de exacte reden van hun scheiding wordt niet gerept. Forest en Kesha ontmoetten elkaar in 1994 op de set van de film Blonewij, toen ze geliefden speelden. Twee jaar later trouwden ze in Montego Bay, Jamaica. Het paar heeft twee dochters en beiden hebben ook nog een kind uit eerdere relaties.